Dit is de DeWalt DCE 089, de 3x360 laser van DeWalt. Met een magneetvoorziening aan de achterkant, nu statiefziening voor een vierde en een 5/8. Nu momenteel wordt de 5/8 gebruikt op het statief van DeWalt, de DE 0735. De laser geeft mij een horizontale lijn, een verticale lijn en een achterste verticale lijn. Hierdoor creëert het toestel een kruislijn op het plafond, een kruislijn op de vloer, een kruislijn vooruit, rechts opzij, achter zich langs en links opzij. De lijnen zijn in het groen. Een groene diode zorgt ervoor dat het beter zichtbaar is voor dit menselijk oog. De groene lijn gaat overigens tot 30 meter ver binnenwerk. Wil ik buiten gaan werken, dan zou ik een detector nodig hebben. Nu, vandaag ga ik controleren of de bezetter zijn werk goed gedaan heeft door middel van de lijn recht op mijn kozijnen te zetten. Ik ga het statief omhoog schuiven en ik ga zien, ik ben er nog niet, dus ik ga met het draaiwieltje het toestel omhoog brengen. En zien dat ik mooi met mijn lijn om mijn kozijn terug uit ga komen. Dat zou het moeten zijn, denk ik. Het mooie aan zo'n pendelbeweging is dat je altijd ziet als er iemand tegenaan stoot dat die lijn direct beweegt. Hier zie je dat de bezetter zijn werk niet goed gedaan heeft. Want de lijn komt niet op mijn kozijn. Dit ga ik nu weg zien te schuren. De lijn is nu weggeschuurd. Zoals je ziet, kom ik nou weer mooi gelijk mijn kozijn. Dit is dus het mooie aan een 3x360 laser van DeWalt. Hier kun je dus alles mee corrigeren.